challenge de indraaier. Koppen. Twee keer rechtervoet. Weet je hoe laat het is? Weet je hoe laat het is? Het is tijd voor FC Gun Eats. Ja, ja, hij heeft verse patas meegenomen. Check ze hier zo, die kunnen van jou zijn. Je kunt niet altijd winnen, maar je kan wel altijd meedoen. Hoe? Zorg ervoor dat je deze video liked. Een duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. En tot slot, een originele comment achterlaten hier beneden. Wat voor comment? Het moet een originele rijm zijn. Dus bijvoorbeeld, ik wil die patas, want ik heb verse akka's. Zoiets. En dan kies ik de winnaar uit. Zet ook even je Insta erbij, zodat ik je een DM kan sturen als je gewonnen hebt. In de voetballerij praten ze vaak zo. Ze staan beatboxen zijn. Ken je? Ja. Maar soms vergeten ze dat. Mm-hmm. En het is soms handig om een beetje af te kijken, een beetje te spieken. Wat zeggen ze nou? Maar dan moet je wel kunnen liplezen. Ik ga zo meteen een paar namen benoemen zonder geluid. En jij moet raden wie ik benoem. Tuzani. Oh nee, wel drie lettergrepen. Nog een keer. Kom maar hier. Bijna, 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 bijna. Het is een voetballer, denk aan voetballer. Zamani. Nee. Nee? Speelt in Engeland. Ik heb bijna kramp in mijn kaken. Nee. Ik ga hem bekend maken. Compagnie. Oh. Oké, okay. Ik krijg nog een kans. Dani? Suzanne? Nee. Nee, Sané? Ja, okay. Sterk, sterk, sterk. Ik moet zeggen dat ik hier heel erg goed in ben en daarom ben jij mee. Ik zie je gewoon bewegingen, ik maak gewoon warming up en zo. Neymar. Ja, maar je hoort hem. Nee, helemaal niet. Ik zie dat gewoon. Neymar. Neymar. Een moeilijke. Nog een keer? Nouri. Luis, Ruiz. Ook Engeland? Oké. Okay. Okay. Oh! Ik zie hem al. Dus nog een keer? Ha, Rooney. Oh. Zo, ik krijg ook krampen. Geef het op. Touré. Maar let op, als ik nu Rooney op jouw lippen zeg maar edit, dan lijkt het echt alsof jij Rooney zegt. Nee. Dat gaan we even doen. Rooney. Rooney. Hé, hey, even serieus. Hij zegt tegen mij Touré. Even serieus. Touré. Tje. Ja? Nee. Crossbar Challenge. Degene die hem als eerste raakt, heeft gewonnen. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen? Steen, papier, schaar. Tuurlijk mag ik beginnen. Ik kom niet eens aan de beurt. Dat is het mooiste. Oh, oh yeah. Jammer, man. Hey, ik hou je in de gaten. Hij is gevaarlijk. Deze man, hij doet gewoon pannen overvallen en zo. Hè. Zo. Het was een matige crossbar. Dan kan ik het nog gelijk gewoon maken, toch? Tuurlijk niet. Ik zei de eerste die hem raakt, bro. Voor wat doen we steen, papier, schaar? Voor de lol. De no-look crossbar challenge. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen? Steen, papier, schaar. Tuurlijk. Jij mag beginnen. Je keek stiekem, hè? Ja, ik keek niet. Oh! Ga maar halen, ga maar. Challenge de indraaier. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Tuurlijk mag ik beginnen. Je moet wel eigenlijk een kans krijgen, het is de eerste keer, hè? Ik ben niet mee eens. Weet je wat het is? Je mag doen voor spek en bonen. Weet je wat spek en bonen is?
is het moment dat de editor moet knippen. De aanname challenge. Hoe is jouw aanname? Je gaat 10 keer in de ronde draaien en dan ga ik hem omhoog schieten en moet jij hem aannemen. Zo goed mogelijk. 7, 8, 9, 10. Let op. Niet slecht toch? Hij ging nog wel stuiteren en zo. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oké. Okay. Hey. Hij stuiterde wel, maar ik bracht hem snel weer, snap je? Even zonder dolle, gewoon even een goede aanname, zonder draaien en dat soort dingen. Ja. Ben je ready? Natuurlijk. Ha, het is de no-loop. Shit. Keeper was kansloos, man. Two-touch challenge, maar niet zomaar een two-touch met thema. Dit keer is het thema Ajax. Dus tijdens de two-touch is verplicht 2 keer raken, moet je iets benoemen wat met Ajax te maken heeft. Oké, Amsterdam. Jacques Zwart. Rood-wit. Johan Cruijff. Zamani. Justin. Johan Cruijff Arena. Babo. Hey bro, ja, het was te laat. Hey. We moeten ze wel meer geven. Weet je wat? Jij mag een thema kiezen. Spanje. Ronaldo. Oh. Zubizarreta, die ken jij niet eens, maar maakt niet uit. Carvajal. Marcelo. Ramos. La Liga. Copa. Del Rey. Bilbao. Marcelo. Celta de Vigo. Ik heb Marcelo al gezegd. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb Marcelo al gezegd. Hij is ook nog vastspeler. Een coach kan een speler beter maken. Maar een speler kan ook de coach beter maken. Als de coach het goed doet, doen de spelers het beter. Als de spelers het goed doen, dan gaat de prestatie van de coach omhoog. Ja. Dus dat gaan wij nu doen. Jij bent Messi en ik ben die coach van Barca. Hij heeft ook die grote neus. Ja, laat maar even zien. Ik ga zo meteen zeggen wat jij precies moet doen. Stel je voor, ik zeg 2 keer rechtervoet. Dan doe je dus 1, 2, 2 keer linkervoet. Je moet precies doen wat ik tegen jou zeg. Dat snap je, hè? Geen woorden, maar daden. Dat mag ik niet zeggen hier. Dat mag toch gewoon. Ja. Dat is toch niet specifiek? Ja. Dat is gewoon een gezegde. Zelf weten toch? Twee keer rechtervoet. Twee keer linkervoet. Twee keer rechtervoet. Zo hoog. Koppen. Twee keer rechtervoet. 3 keer linkervoet. 3 keer rechterknie. Nee! Hey, ik moet zeggen, het ging echt goed. Voor de eerste keer? Wauw. Een goede trainer hoor. Ja, dankjewel man. Ik heb me echt voorbereid op deze dag. Ik zat echt te denken van, wie heeft nou een grotere neus? Jij of ik? Je mag nu in de comments laten weten wie een grotere neus heeft. Zamani of Touzani? Zamani.